Hallo beste vrienden, een hele goede morgen en dat God jullie allen zegene. Ik was aan het denken, ik was nog aan het overpeinzen over die vers waar God zegt. God zei het volgende, ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van hart. Om levend te maken de geest van de nederigen, enzovoort. Wat ik wil dat u begrijpt, is het volgende. Laten wij dit woord analyseren en het samenvoegen met het verhaal van Naaman. U kent het verhaal van Naaman, en als u het niet kent, dan zult u het nu weten. Naaman was een generaal van het leger, een vooraanstaande man in Syrië, een machtige man. Wij zouden hem vandaag de dag de titel van minister van Defensie kunnen geven. Diegene die na de president, of zoals in die tijd, na de koning van Syrië, de meeste macht had. En vanwege deze positie die hij had, zonder twijfel dat hij een hoogmoedige man was, vol van zichzelf, arrogant. En dit is hoe ik denk. En hiernaast was hij ook een man die totaal tegen Israël was. Tegen het volk van God. Hij was tegen het volk van God. Een vijand van het volk van Israël. En daarbovenop was hij ook nog eens ongelovig. Als hij een vijand was van Israël, laat staan hoe hij dan een vijand was van God. Dus hij was een man die totaal tegen God was, tegen zijn woord, tegen alles dat te maken had met de levende God, de Almachtige, de God van Abraham en de God van Israël. En wat gebeurde er? Hij werd melaats en een slavin van zijn huis sprak met de vrouw van Naaman en zei dat er in Israël een profeet was die hem zou kunnen helpen. En Naaman, hij ging tot de profeet. En u weet dat in eerste instantie wilde hij zich niet onderwerpen aan het woord van de profeet. De profeet heeft hem niet eens ontvangen. De profeet Elia heeft hem niet eens ontvangen. Hij stuurde een boodschapper en zei, ga daarheen en zeg tegen de commandant om zich 7 maal te onderdompelen in de rivier de Jordaan. En wat zien wij hierin? God zegt, ik woon in de hoge hemel en in het heilige. Maar ik woon ook bij de verbrijzelde en nederige van geest. Kijk, God, hij maakte geen onderscheid voor de positie van Naaman. Hij was een rijke man, een machtige man. Hij was een arrogante man. Arrogant, hoogmoedig. Hij haatte het volk van Israël. Hij geloofde niet in de God van Israël. Met andere woorden, hij had alles, maar alles om een vervloekte persoon te zijn in het leven. Alleen dat. Wat laat dit ons zien? Wat zie ik in Naaman? Ik zie in hem die mensen die aan de kant worden gezet in deze wereld. Die niet gelovig zijn, die niet evangelisch zijn. Die niet behoren aan een evangelische gemeenschap. Die mensen, die arme, zielige mensen, die gewond zijn. Zij het katholieken, evangelisten, spiritisten, zij het moslims, zij het boeddhisten, zij het joden, zij het wat ze ook maar zijn. Het maakt niet uit wat uw religie of uw geloofsovertuiging is of uw traditie. Het maakt niet uit uw ijdelheid, uw hoogmoed, de zondes. Niets van dit maakt uit wanneer de persoon, wie de persoon ook maar is, zich vernedert voor God. En hij vernederde zich, want hij onderwierp zich
aan het woord van de profeet. Hij onderwierp zich aan het woord van de dienaar van God, de dienaar van de profeet Elisa. En zodoende onderwierp hij zich aan God. En omdat hij gehoorzaamde, omdat hij het woord van de profeet gehoorzaamde, dat werd gegeven door God, wat gebeurde er? Hij werd rein van de melaatsheid. Dus wij zien dat God alle mensen op dezelfde wijze behandelt, onafhankelijk van uw religie, uw overtuigingen, of u een man of een vrouw bent, homoseksueel, lesbienne. Het maakt niet uit of u een dief bent, of dat u een goed persoon bent. Het maakt niet uit of u een bandiet bent geweest, of heel aardig. Het maakt niet uit de situatie waarin u zich bevindt, wie u ook maar bent. U bent een ziel. En wanneer deze ziel verloren is, vernederd is, gekweld is en komt tot God, tot de God van de Bijbel, en vraagt om hulp, dan zal hij zijn handen uitstrekken. En nu denk ik, hoeveel mensen zijn er binnen in de kerken die dit of dat doen, en zijn arrogant, omdat ze een titel daar hebben van helper, bisschop, pastor, vrouw van de pastor. Maar niets van dit heeft waarde. Wat waarde heeft, is dat de persoon nederig is. Nederig. Wanneer u nederig bent, wanneer u zich onderwerpt, zich onderwerpen houdt in nederig zijn, gehoorzaam zijn, wanneer u zich onderwerpt aan uw werkgever, dan stelt u zich nederig op tegenover de persoon. Dus u gehoorzaamt het woord van uw werkgever. Waar of niet? Dus zo is het ook met God, wanneer de persoon nederig is. En God laat toe. God had geen melaatsheid gegeven aan Naaman, maar God liet toe dat hij melaats werd. En toen hij kwam tot zijn dienaar, de profeet Elisa, hoorde God zijn gebed. Dus God laat toe dat wij naar de woestijnen gebracht worden, geleid worden naar de moeilijkheden, zodat wij ons zullen vernederen. O, mijn Heer, hier is mijn leven, vergeef mij. Ik weet het niet, maar ik vraag u om uw vergeving. Help mij. Geef mij een antwoord. Want u bent geen God van hout, van steen of van metaal. Maar u bent de levende God. Dus help mij. Heb medelijden met mij. En God zal u horen. Dus aanstaande zondag zullen wij de zevende onderdompeling hebben. In het geloof van Naaman. U zult zich onderdompelen in het woord van God. En u bent onze uitgenodigde. Goed, dan ik hou het bij dit woord om het geloof te ontwaken van diegenen die denken dat ze door hun positie die zij bekleden beter zijn dan de anderen. Of denken dat zij vanwege het feit dat ze religieus zijn, dat ze trouw zijn, of omdat ze trouw zijn aan hun kerk of aan hun pastor, dat dit genoeg is om God te behagen. Wanneer wij onszelf vernederen tegenover de Almachtige, onafhankelijk van uw religie, onafhankelijk van uw overtuigingen, onderwerp u, verneder u voor God en hij zal uw gebed horen. God zegen u en tot morgen in Jezus' naam. Amen.